We zitten hier aan een mooie ronde tafel met geweldig uitzicht op een park in Overvecht. Een grote wijk in Utrecht-Noord, aan de Vecht, over de Vecht van Zuilen. Deel van de parochie van Utrecht. 10 november zijn wij één parochie, Martinusparochie, naast een parochie van de Broeders van Sint-Jan. En ik ben assisterend priester, we hebben een pastoor. We zijn bezig met wat nieuwe projecten, mooi voor kinderen, gezinnen. Vijf jaar hier in Utrecht. En ik vind het een hele mooie plek, omdat Utrecht ligt centraal in Nederland. Ook centraal in de kerk, heel veel contacten en lijnen. In de wijk, heel multicultureel. Een kerk waar allerlei kerkgemeenschappen komen. Dus dat is een mooie plek eigenlijk om te zijn, te werken. En telkens gebeuren weer hele nieuwe dingen, nieuwe ontmoetingen. 5 jaar en daarvoor ben ik 25 jaar pastoor geweest in Twente. In een dorp. Heel mooi om dorpsgemeenschap, dorpsleven mee te maken. Tot en met voetbalkampioenschap. En 15 jaar in de Sint-Lambertusbasiliek. Ja, heel mooi. Ook centraal in de stad. Allerlei activiteiten, maar ook een prachtige kerk. Met mogelijkheden. En daarvoor priesteropleiding. Laatste stuk van de priesteropleiding hier in Utrecht. Toen Ariëns Convict. Ja, en daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Want dit is eigenlijk het derde deel van mijn leven. En het begint met een eerste deel van mijn leven. En dat is Rotterdam. Tamelijk centrum. Bij nu de Erasmusbrug. En ik ben altijd iemand geweest. Hou van het water, van boten, schepen, grote stad. Katholiek gezin. Heel normaal, maar ook heel warm en ook heel gelovig. Mijn oudste broer, 12 jaar ouder, ging mij voor op de weg van het priesterschap. Hij trad in bij de congregatie van de priesters van het Heilig Hart. En toen de basisschool, lagere school, bijna voorbij was. Ja, wat ga je doen? Nou, er waren vakantiedagen op de klein seminaries. Dat was al mooi. En ja, als misdienaar heb ik ook al wel een beetje Jezus ervaring gehad. Niet eenmalig, maar zo'n beetje, ja, een soort relatie, een soort vriendschap met Jezus. Als ik als misdienaar de kerk in kwam, kwam ik langs een Heilig Hartbeeld. En dan bleef ik staan kijken en dat was net alsof het een soort ontmoeting was. Dus ja, de omgang met Jezus en alles van de kerk. Maar die persoonlijke omgang was mooi en daarom voelde ik me toen heel goed thuis op het klein seminarie. En dat is zo in stappen verder gegaan. Helmond 3 jaar, Berg op Zoom. Een congregatie is ook religieus leven, dus een jaar noviciaat. De liefde van het Heilige Hart van Jezus was een kernmoment wat ik dat nog steeds heb. Groot seminar in Liesbos en toen begon de grote kerkverandering vanuit het Vaticaans Concilie, maar dan op typisch Nederlandse wijze. En daar merkten we van alles van, hoor. Het seminarie, de deuren gingen open, de televisie kwam binnenvliegen. Ja, en toen was het heel gauw gedaan. Er kwam een reorganisatie van de seminaries, theologische instituten. Ik kwam in Nijmegen terecht. Ik kwam op de universiteit met heel veel andere studenten. Maar ja, binnen het seminarie, echt de geest voor Jezus, de geest voor God. Het motto van die tijd was, wij zijn Gods volk onderweg, we moeten de wereld in, we gaan tussen de mensen wonen, dat deden we ook. Ja, maar eigenlijk was het tussen de mensen, in de wereld. Het was eigenlijk, voelden we, zo zie ik het achteraf, een soort secularisering. En de meeste van ons, in ieder geval ik, vlak voor mijn priesterwijding en voor het eind van mijn studie, ben toen uitgetreden. En dat was de eerste periode van mijn leven. En ik was weer gewoon leek. Met diploma theologie op zak, maar niet in de kerk. Wat dan? Nou, daarmee brak de tweede periode aan. Laat me solliciteren op een middelbare school. Ik had wat vreugde in het jongerenwerk, in een parochie. Daar werkte ik al mee, in een jongerenkoor. Laat ik naar een school gaan in Arnhem. Nou, aangenomen na de sollicitatie. Niet makkelijk in het begin, maar na de hand met veel vreugde, veel contact met de jongeren en met de leerlingen. Maar ook na 4 jaar, is dit nou eigenlijk het patroon voor mijn hele verdere leven? Ik was ook wel toch bij de kerk betrokken. Ik werd ook dirigent van de jongerenkoor. Maar geen moment speelde meer het idee om priester te worden, laat staan missionaris. Ja, totdat ik op de school dacht, moet toch wat anders. En toen kwam het idee van mijn theologische studie, wereldgodsdiensten.
Laat ik de wereld ingaan, ik wil de wereld wel in, ik wil die andere religies wel eens meemaken. Wat is dat nou? En mijn optie was eigenlijk India. Maar het missiecommissariaat had alleen maar een project voor een theoloog in Papua-Nieuw-Guinea. Nou goed, dat is toch een beetje avontuur. Dan gaan we naar Papua-Nieuw-Guinea. En daar ben ik uiteindelijk 6 jaar geweest. En 2 factoren hebben daar een rol gespeeld. 1 is dat ik in een kerk kwam. Ja, die was eigenlijk niet Nederlands. Het was gewoon de katholieke wereldkerk na het Vaticaans Concilie. Maar het was gewoon kerk. Daar waren niet die problemen, die strijd. De mensen waren gelovig. Maar goed, op een gegeven moment kwam ook weer de vraag. Ja, nou is mijn project afgelopen na 6 jaar. Wat nu? Ja, en toen kwam het keerpunt. Het einde van de tweede periode, zal ik maar zeggen. Toen kwam op onze catechistenschool een film binnen. Werd zomaar gedraaid. Ter ontspanning. En ik ging kijken. En toen zag ik het leven van Franciscus van Assisi. En mooie film natuurlijk ook. Maar die gaf ineens in beeld. Ja, een man die zelf aan het zoeken was geweest. Dat herkende ik. En die Jezus had ontdekt. Of omgekeerd. En die bekering van die Franciscus zo naar Jezus. Naar het evangelie. Naar de verkondiging. Naar de blijheid. Naar de natuur. Naar de vrede. Ja, dat raakte mijn ziel. En ja, het oude ideaal kwam weer boven. Ik denk toch dat ik weer dat oppak. Ik had er 10 jaar echt niet aan gedacht om priester te worden. Laat staan missionaris. Maar Jezus dienen, de kerk dienen. En toen kwam de vraag, ja, waar? En toen kwam de vraag natuurlijk van de missie. Wat is nou mijn missie? Toen dacht ik, nou, de missie, ja, hier in Nieuw-Guinea, voor die mensen, er is natuurlijk altijd te werk genoeg. En dat had ook makkelijk gekund. Maar ja, die mensen geloven in God. Maar nee, ik zag de crisis in Europa, in Nederland. De kerkcrisis. Hoe moet het nou verder? De secularisering. Nee, ik geloof, omdat ik Jezus had ontdekt. Ik denk, mijn missie is weer het evangelie, Jezus, God, centraal te stellen. Nou, en toen heb ik een brief geschreven naar mijn bisschop, zal ik maar zeggen. Want ik kom uit Rotterdam. Dus naar de bisschop van Rotterdam. Dat was bisschop Simonis, veel contact gehad en uiteindelijk zei hij, misschien is het goed voor jou om naar het Ariënsconvict te gaan. En daarmee begon mijn 3e periode. Dat is een leven in 3 slag, zeg maar. Maar missie, mijn insteek was eigenlijk niet, nou ga ik daar echt Jezus, want het was er een beetje af. Ik ga daar gewoon in die kerk werken. Maar eigenlijk mijn diepste drijfveer, avontuur. En dat was natuurlijk vaak ook, missionarisleven was avontuurlijk. Nou, dat zocht ik eigenlijk in een katholieke setting. En ik weet ook nog hoe mensen reageerden op mij. Die zeiden, ga je daar naartoe? Nou, het is prachtig, mooi dat je dat gaat doen. Maar hij zei, over Jezus hoef je eigenlijk niet te vertellen. Dat hebben ze niet nodig. Als je gaat helpen zo bij hun leven als mens, medemens, sociaal, humaan, mooi. En na de hand ben ik gaan begrijpen, ja, dat is de secularisering. Jezus is mooi, maar een beetje op de achtergrond. Het gaat om de mens. En dat is mooi. Maar Nieuw-Guinea heb ik ontdekt. Ja, voor die papa natuurlijk gaat het om de mens. Nee, maar God staat toch centraal in de kerk. En toen kwam Franciscus daarbij. En toen ontdekte ik, ja, het is toch eigenlijk omgekeerd. Niet de mens is centraal. Nee, God staat centraal. En toen dacht ik, ja, dat is het eerste gebod. God boven alles beminnen. En toen dacht ik, ja, dat hoef ik de papa's niet te vertellen. Dat, weet je wat, ik ga naar Nederland. En mijn missie... dat was mijn praktische werk, dat was lesgeven aan catechisten. Eigenlijk een beetje de actuele situatie van Nederland ook. Je hebt een priester voor een heel groot gebied, kan er niet alleen. En die heeft allerlei helpers nodig, assistenten, die noemen ze daar catechisten. Dus ik heb 6 jaar op een catechistenschool lesgegeven. En het leuke ervan was, op basisniveau, mensen kwamen uit een dorp, hadden niet zoveel opleiding. En toen heb ik ook 1 ding geleerd. Het geloof is eigenlijk heel eenvoudig. En je moet het ook heel eenvoudig kunnen uitleggen. Met een paar woorden, een paar voorbeelden, een paar beelden. Dat deed Jezus ook. Jezus was geen theoloog, wist het wel. Maar zijn manier was gewoon de gewone taal, de gewone mensen. En dan kun je in het hart van de dingen komen. In 1 zin, beste mensen, God houdt van jou. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. God houdt van jou. Van mij? Ja, God houdt ook van jou.
En ik dan? God houdt van jou. Dat heeft Jezus gebracht. En zo eenvoudig is het eigenlijk. En Jezus zei ook, God beminnen boven alles. En je medemens. Dat tweede verstaat eigenlijk iedereen. Dat heb ik ook ontdekt in Nieuw-Guinea. Heb ik eigenlijk ontdekt wat nou precies de kernmissie was van het evangelie van de kerk. Want je naaste beminnen, dat deden de papewaars al eeuwen. Maar ik ontdekte, er was één restrictie bij. En dat is die heidense restrictie die Jezus noemt in het evangelie. Die zegt ook, ja, je vrienden beminnen. Ja, dat doen de heidenen en de zondaars ook. Dat is het evangelie van vanmorgen toevallig. En dat deden de heidenen, de papewaars ook. En later, na de hand ontdekte ik dat alle culturen en religies dat hebben. Je naaste. Maar in die oude culturen was het alleen je stamgenoot. Nou, in Papua, je stamgenoten deden ze alles voor, alles. Daar stonden ze voor, ze konden. Maar de vijand, nee, dat was de vijand. Dat was de vijand, dat bleef de vijand. En dat was, de grondwet heette back in back, terugbetalen, dus vergelding. Zegt Jezus, vergelden, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg jullie, en dan brengt Jezus iets nieuws. En dat was daar dus onbekend. En toen heb ik ontdekt dat bij de papewaars, maar eigenlijk bij alle primitieve culturen, zoals onze voorouders, zeg maar, de Germanen en de Romeinen en de Grieken, maakt niet uit, de Kelten, hadden allemaal dezelfde type religie. Vergeving, barmhartigheid, dankbaarheid bestaan niet. Het is altijd terugbetalen. Elkaar ook altijd helpen, maar je betaalt het ook weer terug. Heel simpel. Maar dat doe je niet met je vijanden. De vijanden die kun je beliegen, kun je moorden, kun je verkrachten. Dat is eigenlijk nog een heldendaad. Maar niet bij je eigen stam. En dat is dus de doorbraak, de missie van Jezus. Nee, de vijand is ook kind van God. Dus die moet je beminnen als je broeder en zuster. Nou, dat is een revolutie in de tribale geschiedenis van de mensheid. Sinds de zondeval is de broederschap der mensheid verdeeld, kapot gegaan. Broer Kain slaat Abel dood. Nou, dat is het begin van alle stammenstrijd. Onze missie ligt hier. En het interessante is, ik kom in Utrecht, maar dat is in heel Nederland zo, maar in de grote steden zie je dat meer. Omdat daar ook veel mensen van afkomst zijn uit het buitenland, uit andere werelddelen. Er zijn christenen uit Afrika. Ik heb gisteren al één gesproken, het komt uit Zuid-Afrika. Ik kom hier in Nederland missie doen. Uit Nigeria, ik kom hier, wij komen hier missie doen. Maar ja, er zijn talloze katholieken die hebben gezegd, nou, dat nog niet eens zo lang geleden. Die zeiden, nou, er komt nog eens een tijd dat ze uit Afrika hier komen missioneren. Dus iedereen, ah ja, waar heb je het nou over? Maar het is wel zo. Het is wel zo. Dat momenteel, ik zie dat op verschillende plekken in Nederland. Volgend jaar is dat in Bisdom Breda, een conferentie voor pastorale teams. En dat gaat op basis van twee boeken die geschreven zijn door priesters. Het ene boek heet Rebuild, hè, herbouwen. Ander, Als God renoveert. En wat zeggen zij? Dat zijn dus mensen van de eigen plek. Niet van buitenland, nee, van hier. Onze missie is de herevangelisatie van onze gemeenschap. En dan maken ze een beschrijving. Nou ja, we doen de traditie, dat gaat zo door. Maar als ze zo doorgaan, dan gaat het dood. En dat heb ik dus eigenlijk in Nederland gezien in mijn periode, tragisch. We gaan door met wat we altijd gedaan hebben. Maar het sterft uit. Terwijl de jongeren echt behoefte hebben aan geloof. Maar wat hebben wij doorgegeven? Ja, de kerk, het systeem, de parochie, de gemeenschap. Nee, wij moeten God doorgeven. De missie van Jezus weer nieuw leven inblazen. Dus dat gebeurt met eigen mensen. Het is de missie van Jezus. En dat is, ja, wat is zijn missie? De mens in contact met God brengen. Dat is zijn eerste missie. En vanuit God, zoals in Nieuw-Guinea, ontdekken dat al die vervelende mensen, de buitenlanders, de buren en je vijanden, dat die ook allemaal kinderen van God zijn. Maar vanuit het idee, we ervaren de relatie, de vriendschap van God. Wat zoeken jongeren eigenlijk? Zoeken ze eigenlijk niet allemaal geluk? Zoeken ze eigenlijk allemaal niet vriendschap? Zoeken ze eigenlijk geen liefde? Nou, wat is de simpele boodschap, beste jongeren? Allemaal goed, allemaal mooi, maar Jezus geeft de mooiste vriendschap. Je zoekt liefde, allemaal mooi. Maar Jezus geeft de mooiste liefde. Dat zie je overal met hun apparaten. Ze zoeken constant contact. Nou, met wie kun je beter contact hebben? Waar word je nooit teleurgesteld? Wie is er altijd voor jou? Jezus.
zoon van de vader. Dat is de boodschap, dat is de missie eigenlijk. Ja, nou, dan kom je, met sacramenten kom je eigenlijk, wat ik noem, de middelen. Sacramenten zitten ook in het woord, instrument, het zijn de middelen. Dus wat is er de afgelopen 50 jaar heel veel gebeurd? We hebben wel gedoopt, maar het geloof niet meegegeven. De genade wordt wel meegegeven, maar dat moet ontwikkeld worden. En daar waren we niet mee bezig. Dus de sacramenten zijn reële tekenen van Gods liefde. Maar die moeten geactualiseerd worden in die simpele boodschap. God houdt van jou. Het gaat om die relatie met God. Het geloof is die vriendschap met Jezus. Weten dat Hij onze Heer, onze vriend, onze bruidegom, onze liefde is. En dat ik dat mag beantwoorden. Dat is mijn geloven. En dan, ja, als mens wil je dat bevestigd zien en de kerk bevestigt dat. En Jezus heeft dat gegeven. Hier dopen als het teken van dat verbond, van die relatie, van die liefde. Wat een belangrijk punt is, dat is eigenlijk toch een heel mooi en belangrijk punt. Namelijk dat wij in de afgelopen eeuwen al heel gauw institutionaliseerden. Dus zeggen, oh, je hebt een roeping, oh, dan moet je het klooster in. Je hebt een roeping, oh, moet je priester worden. Ik voel iets, oh, dan moet je naar de missie, dat is daar. Dus we hebben onze ideeën gefixeerd. Maar ik zou nu zeggen, en ik herken dat in de gebeden, we bidden voor roepingen. En dan krijg je het rijtje. Maar mijn gebed zou zijn, ik bid dat alle mensen, en te beginnen met de mensen die al in de kerk zijn dan, dat zij de roeping ontdekken dat zij ook geroepen zijn. Dus mijn roepingsgebed is, allereerst niet voor de bisschoppen, de priesters en de diakens en de religieuzen. Nee, is voor de gewone mens, waar dan ook, in welke situatie of functie van de kerk, maakt niet uit. Maar dat hij de roeping ontdekt kind van God te zijn. Houd je van God? Nou, ja, en als je er van God houdt, op een gegeven moment wil je gedoopt worden, hoor je erbij, maar heb je ook gelijk die missie. Dus de basis van iedereen. Of wat ze soms noemen het universele priesterschap. Dat is ook het universele missionarischap. We zijn allemaal priester. Niet per se aan het altaar, dat is een speciale functie. Maar priester, dat is jezelf geven, jezelf offeren. Missionaris, dat is ja, getuige van de blijdschap, van de goedheid van God eigenlijk. Dus we hebben het allemaal gefunctionaliseerd, maar het is eigenlijk veel breder. En dat is fundamenteler. En daar zou ik heel graag voor willen bidden. Ja.